What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Ik heb niet zo'n goede nieuws vandaag eigenlijk. Of toch zeker voor mijn eigen niet. Ik moet namelijk, zoals jullie waarschijnlijk al in de titel hebben gezien, mijn rijbewijs opnieuw doen. Na fucking 7 jaar. Ik moet het niet helemaal opnieuw doen, dus ik moet enkel mijn theorie doen. En ik moet ook zo psychologische testen en medische testen gaan afleggen. Because they think I'm a psycho. Hoe is dat nu gekomen? Ja, ik rij al 7 jaar rond. Ik rij heel veel rond. En ik ben wel iemand die dat soms ineens de concentratie verliest, waardoor dat ik dan misschien wel iets doe waar dat niet mag. Of dat ik zo gewoon aan het rijden ben en dat ik dat niet doorheb, dat ik bijvoorbeeld al 20 of 30 kilometer te snel aan het rijden ben per uur. En ja, dan komt er een flitspaal tegen en dan gaat dat zo plik. En dan denkt dat dat paparazzi is, maar dat is dan helemaal geen paparazzi. En dan uiteindelijk, ja, moet ze voorkomen. En als je dan moet voorkomen en je beslist dan om niet te gaan, dan kun je rijbewijs verliezen. En die fout heb ik gemaakt. Ik was heel nonchalant en ik dacht, ach ja, ik zal wel een boete opgestuurd krijgen, zeker. En ja, dat bleek dus helemaal iets anders. Ik ben zeker geen voorbeeld op dat vlak. Als je een uitnodiging krijgt om voor de rechtbank te verschijnen, like, just go. Weet je wel, niet zo van, we zien je wel waar het er van komt, want dat is heel nonchalant en ja... Je ziet, hè? Hier zit ik. Dus wat wil dat nu juist zeggen? Ik moet dus mijn theorie opnieuw gaan doen. Dus dat is op de computer. 50 vragen. Je mocht 9 fouten maken. Dat is niet gemakkelijk geworden. Vroeger, 7 jaar geleden, was dat echt nog redelijk ça va. Was dat nog gemakkelijk. Dat waren ten eerste gemakkelijkere vragen. Nu is er een systeem waarmee dat je met 5 punten werkt. Dus ja, soms zijn er vragen bij die dat voor 5 punten tellen. Dus dat wil zeggen dat als je die fout hebt, gaan er ineens 5 punten af. Dus stel u voor, je staat op 41 op 50 bij de laatste vraag. En de laatste vraag telt voor 5 punten. En je hebt die verkeerd, dan gaan daar instant 5 punten af. En dan zit jij er gewoon niet door. Terwijl je dat eigenlijk bekend wel waard. Vroeger was dat allemaal niet zo. Dat was gewoon optelling van punten. En ook de vragen waren gemakkelijker. No joke, er zijn vragen tussen dat ik echt denk van... Like, who cares, weet je wel? In ieder geval, wat ik vandaag ga doen is mijn theoretisch examen samen met jullie even doorlopen. Online heb je dus een site waar dat je dus €4 betaalt en dan krijg je 4 dagen toegang met een code voor je theoretisch examen eigenlijk te oefenen. Je kunt daar alles op zien, alle stapjes en zo. Maar je hebt dus ook een oefenexamen. Dat wil zeggen dat je dus ook 50 vragen krijgt en dat je daarop klikt en start. Per vraag de 15 seconden, dat telt ook gewoon af. En dat is hoe dat in het echt ook is. En dat zijn eigenlijk de vragen die daar het meest in de buurt komen van het echte examen. Dus ik heb €4 betaald. Ik ben al een paar dagen aan het oefenen nu. Laten we zeggen dat het niet supergoed gaat. Hè? De eerste 5 keer dat ik dat deed, dan had ik 10 op 50. Ik rij 7 jaar rond. Hè? Er is een vraag bij waar er een foto is met een bus op. En dan staat er daarboven geschreven... Stel je wilt uitgaan in Antwerpen, hè? Dus je wilt gaan feesten in Antwerpen. En je moet van Gent je eigen verplaatsen naar Antwerpen. Welk vervoersmiddel ga je dan gebruiken? De auto, de trein of de fiets? En ik had zoiets van... Is dat niet een keuze in je leven? Hoe dat je erin gaat? Het kan verkeerd zijn, maar... Ik dacht echt dat je dat kon kiezen. Als ik goesting heb voor met een auto te gaan, dan ga ik volgens mij gewoon met een auto. Blijkbaar is dat dus geen keuze niet meer. Je moet blijkbaar met een trein gaan omdat dat milieuvriendelijker is. Waarom ben ik dan nu mijn theorie aan het doen voor mijn rijbewijs? Om op de trein te zitten? Ik dacht het niet, hè? Maar goed. Goed, we gaan gewoon starten. Deze is ook trouwens een les voor de mensen die nog geen rijbewijs hebben. Moesten jullie dat binnenkort gaan doen, jullie theorie, dan kunnen hier alles een beetje meekijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En ja, aan wat je eigen eigenlijk kunt verwachten. Ik had persoonlijk nooit in mijn leven gedacht dat ik deze nog eens zou moeten doen. De moment dat ik mijn theorie heb behaald, 7 jaar geleden, 8 jaar geleden zelfs al, op mijn 17 heb ik dat behaald, 17 en 9 maanden of zo. Toen ik dat had behaald, ik was zo blij. Ik zei van, amai, er gaat geen dag in mijn leven nog zijn dat ik deze nog eens moet gaan doen. En hier zitten we 7 jaar later. En als ik er trouwens niet door ben, dan krijg ik nog 1 kans voor het te doen. En als ik daar niet door ben, moet ik 6 uur les gaan volgen. Verplicht. Dat spellement kost weer 200-300 euro. Die psychologische testen en die medische testen dat ik ga doen, dat kost 560 euro. 560 euro. Als ik daar niet door ben door die psychologische testen en omdat ik mijn eigen nu zelf bezig zie en denk ik dat die psychologische testen wel eens zouden kunnen falen, dan mag ik 6 maanden mijn rijbewijs niet meer gaan afleggen. Dat wil zeggen dat ik 6 fucking maand niet meer mag rijden. Oké? Dus we gaan erdoor zijn. Die website dat ik gebruik, dat is dus eigenlijk, je moet een code aankopen van 4 euro. Dat kan via sms, via bank. Dat is examen.gratisrijbewijsonline.be. Ik snap niet gewoon dat er gratis bij staat, want je moet ervoor betalen, maar goed. Oké, eerste vraag. Met welke maximumsnelheid mag ik met een auto of motorfiets op deze rijbaan in Vlaanderen rijden? Dat weet ik. Dat is... 70. Ja, jee. Wat moet niet verplicht in een auto aanwezig zijn? Ik weet dat een brandblustoestel aanwezig moet zijn, denk ik. Een verbanddoosje moet ook aanwezig zijn. Een reservewiel, dat moet niet aanwezig zijn. 2 op 50. Wat betekent deze combinatie van verkeersborden? Dus een stopbord en dan een pijl naar links. Je moet stoppen en daarna naar links afslaan. Je moet stoppen, behalve als je naar links afslaat. Stoppen en voorrang verlenen aan bestuurders. Nee, dit heeft niks met voorrang te maken, dus het is sowieso A. Klopt. Een politieagent staat met horizontaal gestrekte arm in het midden van het kruispunt. Mag de bestuurder van de rode auto links afslaan? Als een agent zo staat, richting u, dan wil dat zeggen dat jij moet stoppen. Dus een oranje auto aan mijn kant moet stoppen. Dus de bestuurder mag links afslaan. Eenmaal je de bebouwde kom hebt verlaten, is de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u. Tot het eerstvolgende kruispunt of het bord eindezone. Wacht, eenmaal een bebouwde kom verlaten is de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u. Tot eindezone normaal gezien, omdat daar een zonebord staat, dus B. Klopt. Mag de bestuurder van de blauwe auto de vrachtauto op dit kruispunt inhalen? Er staat geen bord dat je niet mag inhalen. En de... Ah, maar wacht. Ah ja, dat is een voorrangsweg, dus dat mag. Dus ja. Welk hulpsysteem zorgt ervoor dat de auto bestuurbaar blijft en niet slipt wanneer je plots fel moet uitwijken voor een obstakel? Dat weet ik ook. Dat is ESP. Dus B. We zijn goed bezig, mannetjes. De veilige rijafstand tussen 2 voertuigen op een rijbaan waar je 90 km/u rijdt is... Je moet altijd dat getal delen door 2. Dus als je 90 gedeeld door 2 doet, dan heb je 45. Dus dat zou 45 moeten zijn. Klopt. Dus altijd als je de veilige afstand wilt berekenen, moet je altijd gewoon dat getal van hoe snel dat je er mag door 2 delen. Alcohol in het bloed zorgt voor een langere reactietijd, zorgt voor een kortere reactietijd en heeft geen invloed op de reactietijd. Dat zorgt voor een langere reactietijd, dus A. Een overweg met slagbomen en lichten. Je mag hier niet links inhalen. Als het licht niet rood is, mag je links inhalen. Dat klopt. Als het licht wit is, moet je gewoon inhalen. Dus B. De bestuurder van de grijze wagen mag op die plaats stilstaan, stilstaan en parkeren of niet stilstaan en parkeren. Ik denk niet stilstaan en parkeren. Fuck, dat was verkeerd. Oké, dat gaan we zometeen zien waar het er fout was. Stilstaan om iemand te laten uitstappen mag alleen op een bushalte, en op een busstrook. Op een bushalte, op een busstrook ga voor B. Ja, klopt. De bestuurder van deze motor heeft een ongeval gehad en is gekwetst. Hij heeft last van zijn helm en vraagt om deze van zijn hoofd te doen. A. Ja, je verwijdert de helm van het slachtoffer zo snel mogelijk. B. Je laat de helm op het hoofd van het slachtoffer. Altijd op het hoofd laten. Je moet iemand dat gewond is, moet je niet aanraken. Omdat je dan misschien, ja, bij wijze van spreken, deze in de nek zou kunnen breken. De foto is genomen vanuit de auto waarmee jij rijdt. De blauwe auto verlaat de uitrit van zijn woning. Wie heeft voorrang? Ik heb voorrang omdat die persoon van zijn woning komt. Dat heeft niks te maken met de openbare weg, dus ik heb voorrang. Dat is B. Hoe heet het hulpmiddel dat voorkomt dat de wagen gaat sliepen wanneer je plots fel moet uitwijken? ESP of ABS? Ik denk A. Ja. Een voertuig inhalen terwijl dat voertuig zelf al een ander voertuig aan het inhalen is, noemen we... A. Duo inhaalmanoeuvre. B. Tripleren. C. Voorbijsteken. Dat is B. Tripleren. Amai, gatjes, ik ben slimmer dan ik dacht. De foto is genomen vanuit de auto waarmee jij rijdt. Wie mag eerst voorbij deze wegversmalling? Je ziet daar rechts een bordje staan met een zwarte pijl en een rode pijl. De pijl die dat voor mij is, die dat naar daar gaat, is rood. Dus dat wil zeggen dat mijn tegenligger voorrang heeft. Dus een tegenligger. Die, dat is zo'n vraag dat voor 5 punten telt deze. Als ik dat nu fout heb, gaan er 5 punten af. De brandstof van je auto is LPG, gas. Mag je met je auto voorbij dit bord rijden? Ja. Voilà. Waarin worden uitlaatgassen van een auto omgezet wanneer ze in contact komen met zonlicht? Wat voor vragen zijn dat? Ik weet niet, ozon. Oh, dat is nog juist ook. Dit verkeersbord heeft betrekking op... Oh, en dat is een moeilijke. Dat moeten leren. Dat is echt niet gemakkelijk. Er is een methode voor, zo maar. De massa in beladen toestand. Deze heeft niet te maken met parkeren, inhalen, cruise control. Dus dat is MBT. De blauwe auto rijdt in een eenrichtingsstraat. Staat hij zo goed voorgesorteerd om naar links af te slaan? Nee, want een eenrichtingsstraat, als jij dan naar links moet afslagen, moet je eigenlijk helemaal links van de baan gaan staan. Dus nee. Op welke berm mag je binnen een bebouwde kom parkeren? Alleen op de gelijkgrondse berm, alleen op een verhoogde berm, op een gelijkgrondse of verhoogde berm. Eerlijk, ik ken dat nog niet van buiten, wat dat echt raar is, want ik rij al 7 jaar. Maar ik dacht binnen de bebouwde kom dat dat alleen op de gelijkgrondse is. Yay! Je komt als eerste bij een ongeval met een fietser. Wat doe je eerst? De fietser rechtop helpen, de hulpdiensten verwittigen, de gevarendriehoek plaatsen. Klinkt raar, maar je moet dus degelijk eerst de gevarendriehoek altijd plaatsen. Ook al is er iemand te sterven, eerst moet je die voor zijn driehoek 50 meter of 100 meter verder gaan zitten. Op deze wegmarkeringen mag ik met een personenauto parkeren, stilstaan of rijden. Er mogen enkel op rijden, uiteraard. Wat betekent deze combinatie van borden? Vanaf hier tot 200 meter verder maximaal 70 km per uur. Of 200 meter verder maximaal 70 per uur. Er staan geen pijlen langs. Als er pijlen langs staan, dan zou het dus A zijn, maar in dit geval is het B. Je wilt je auto op een werkdag voorbij dit bord parkeren. Je moet de parkeerschijf gebruiken. Enkel bewoners mogen voorbij het bord parkeren. Enkel bewoners... Oh nee, toch niet. Oeps. Oepsie. In welke volgorde mogen deze bestuurders het kruispunt oprijden? Oké. D, C, B, A, C, B, D, A of B, A, C, D. Dus die hier, bij mij, auto A, die heeft een voorrangsbord, die moet voorrang verlenen. Die fietser gaat sowieso eerst mogen. Oké, dus dan is het... De fietser is... Fuck, wat is dat? Oh, maar een tijd! D, 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 A. Oh my. Jesus. Wat betekent dit bord wanneer je het onder... een ander verkeersbord ziet staan? Het begin van de reglementering, het einde van de reglementering, of C, reglementering over een lange afstand. Deze is dus C, omdat dat dus van boven en van onder een pijl heeft. Oké, een vraag voor 5 punten. Vanaf waar mag je niet meer op de rechte rijstrook rijden? Eenmaal voorbij het Rode Kruis, 150 meter voorbij het Rode Kruis. Eenmaal voorbij. Dus vanaf dat je dat bord ziet, moet je niet meer rechts rijden. Mag de bestuurder van de oranje auto de strook rechts naast hem dwarsen om op de berm te gaan parkeren? Ik dacht van niet, maar blijkbaar mag dat dus wel. Dus ja, dat mag. Je wil via een afrit de autosnelweg verlaten. Waar rijdt je beste afrit op? Waar de afrit begint, in het midden van de afrit of bij het einde van de afrit? Laten we logisch nadenken, dat is gewoon waar de afrit begint. Deze vraag telt voor 5 punten. Met welke lichten moet je 's nachts met je auto op deze openbare weg rijden? De standlichten, dimlichten of grootlichten. Dat zijn gewoon de stand... Goed, we gaan dat gewoon negeren wat er juist gebeurd is. Binnen een bebouwde kom zet de bestuurder van een lijnbus de linker richtingaanwijzer aan. Wie heeft er voorrang? Binnen de bebouwde kom moeten de bus altijd voorlaten. Dus de bus heeft voorrang. Je voelt dat je auto begint te slippen. Hoe reageer je? Je duwt lichtjes op het rempedaal. Je duwt het rempedaal force in. Of je remt helemaal niet. Als je begint te slippen, moet je niet remmen. Dus C. Op minder dan 15 meter voor en voorbij een stopplaats voor bussen mag je stilstaan en niet parkeren, denk ik. Ja. Mag een bestuurder van een motorfiets in het rode opstelvak wachten, terwijl het verkeerslicht rood is? Nee, dat mag niet. Dat is enkel voor de fietsers bedoeld. Wie heeft voorrang? Auto A of B? Sowieso degene dat op de rotonde rijdt heeft voorrang, dus auto A. Wie mag eerst het kruispunt op? De voetganger of de auto? Er is geen... de auto moet stoppen, er staat een stopbord, maar er is geen oversteekplaats voor voetgangers. Dus de auto heeft normaal voorrang. Je rijdt op een voorrangsweg. Je hebt voorrang alleen op het eerstvolgende kruispunt tot je het bord einde voorrangsweg ziet staan. Ja, totdat je einde voorrangsweg ziet staan. Een ongeval en de gewonde klaagt over hevige hoofdpijn. Geeft hem een lichte pijnstiller, je geeft hem wat water, je doet helemaal niets. Je moet niks geven, niks doen. Je hebt vooraan 2 radiaalbanden. Achteraan plaatst je ook 2 radiaalbanden, dus dat is C. Weer een vraag voor 5 punten. In een gevaarlijke bocht haal je toch een auto links in. Dit is een lichte overtreding of dit is een zware overtreding. Dat is een zware overtreding. Nog één voor 5 punten. In Vlaanderen mag een auto op deze rijbaan maximaal 70. Oké, goed. Een politiewagen met blauwe lichten, maar zonder alarmsignaal. Wie heeft voorrang? Geen alarmsignaal wil zeggen dat de bestuurder van de auto gewoon zijn voorrang heeft. Wat mag je met de auto doen op de plaats waar het vraagteken staat? Niet stilstaan, niet parkeren. Dat is enkel als je pech hebt met een auto. Met deze bus vertrekt langzaam. Mag je de bus links inhalen? Nee. Wanneer binnen een bebouwde kom deze combinatie van verkeersborden staat, dan weet je dat je voorbij deze borden nog altijd in de bebouwde kom bent. De bestuurder van de auto haalt een bromfiets klasse B in. Hoeveel zijdelingse afstand moet hij laten? 1 meter is dat. Een opstelvak voor fietsers. Waar moeten auto's stoppen als het licht rood is? Auto's moeten stoppen voor de eerste stopstreep. En de laatste, het is nacht en je rijdt buiten de bebouwde kom. Je wilt iemand waarschuwen dat je hem wilt inhalen. Geen dreigend gevaar. Je gebruikt kortstondig de klakson, je knippert mee. 'S'nachts mogen nooit klakson gebruiken, dus dat is sowieso gewoon met je lichten knipperen. Valasse, ik heb 43 op 50 behaald, dus ik ben geslaagd. Wat dat niet wil zeggen dat dat daar ook even gemakkelijk gaat gaan. Ik denk dat je hier echt al 48, 49 op 50 moet halen om er iets of wat zeker van te zijn dat je er daar ook gaat door zijn. Omdat dat niet exact dezelfde vragen zijn, snap je? Maar de bedoeling is, leert nooit de vragen van buiten. Leert gewoon de situatie van buiten. Want als je de vragen van buiten gaat leren, dan ga jij daar andere vragen krijgen en dan weet het niet. Als je de situatie van buiten leert, kun je dat ook inbeelden in verschillende situaties. Dus ik zou zeggen, wens me allemaal veel succes. Ik hoop dat het mij lukt. Dat ik er gewoon door kan gaan en dat ik gewoon terug kan rondrijden, want ik mis het enorm om rond te rijden. En als deze u een beetje heeft geholpen persoonlijk, laat het mij dan ook weten in de reacties. En als je deze uiteraard een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren na de video, op het cirkeltje klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd opnieuw een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!